De mensen kennen me natuurlijk van Idols. Ik heb in 2006 heb ik Idols gewonnen. Ga van jij dan! In die tijd was ik ook zwanger. Daardoor ben ik niet helemaal verder gegaan ermee of in de muziek gegaan. Omdat ik ervoor koos om voor de kleine te zorgen. Ja! Oh, wat te gek dat ze hier is. Te gek, zit dit. Idols winnares Rafaella pakt de draad op in The Voice of Holland. En hoe? Maar wat moedig ook. Ja, ja. Stel je voor, niemand draait zich om. Nee, klopt. Dan is het, ja. Hé, hey, wat goed. Hij weet niet hoe ze heet, Jeroen. Hou toch op, man. Je bent toch iedereen... Oké, hoe heet je? Ik heet Rafaella. Ik heb ooit in 2006 ook meegedaan aan Talentenjacht, Idols genaamd. Oh, ik heb toen gewonnen. Ik herken je niet echt. Nee, niemand. Ik weet het. Nee. Ik ben heel erg veranderd. Ja, sorry, je moet me verontschuldigen. Ik kijk nooit andere talentenjachten dan deze. Jij kijkt altijd de Voice. Altijd de Voice. Ik kijk alleen maar de Voice. Maar wat moet het voor jou heerlijk zijn dat jij nu ook op je stem gewoon beoordeeld bent. En niet van, nou, we kennen haar al, we weten al wat ze kan. En toen we ons omdraaiden, zag ik in ieder geval een hele fijne performance. Met een goede attitude. Dus dat was fijn om naar te kijken, fijn om te luisteren. In het begin... Ik wil niet zeggen dat je uit de bocht vloog, maar je raakte in het begin heel even de vangrail. En daarom bleef ik twijfelen. Ik kon dat moment even niet van me afzetten, totdat Simon zonder overleg drukte. Maar daar ben ik hem heel dankbaar voor, want daar heb ik toch nog een stukje van dat geweldige optreden en die geweldige presentatie kunnen zien van je. En ik krijg nog wat geld van je. Ik heb heel veel gestemd op jou toen. Ik wil even één ding zeggen. Ik heb een kleine, na 6 weken geleden, ergens op moeten treden in de plaats waar jij volgens mij vlakbij woont. Woonde. En daar trad jij op en toen ging echt het hele dak eraf. Ik zeg, het is toch niet normaal wat die meid kan zingen? Waarom gaat dat nou niet gewoon aan de gang? Ja, ik zou nu ook daarom, ik hoop dat ik nu kan laten zien. Ja, we hebben ze allemaal gedrukt, zie ik alweer. Dus dat wordt weer leuk. Anders dan bij Idols, ben jij nu in charge bij wie, door wie je gekozen zal gaan worden? Ik heb eigenlijk stiekem had ik mijn keuze al gemaakt. Ik had al voor Jeroen gekozen. Oh, heel blij. Kom maar naar beneden. Wat een cadeau. Mooiste cadeau. Leuk hoor. Heel erg leuk.